Noort Zwant, KNO-arts en hoofd-hals-oncoloog in het MCL. Ik behandel kanker in het gebied van hoofd en hals. De behandeling is vaak ingrijpend voor de patiënt. Bestraling, soms gecombineerd met chemotherapie, of opereren in een heel kwetsbaar gebied van het lichaam. De ontwikkelingen gaan snel. Sinds kort opereren we ook met de Da Vinci-robot in dit gebied. En daardoor kunnen we meer patiënten een goede behandeling bieden. Helaas is het wel zo dat patiënten nog steeds in een laat stadium van de ziekte bij de dokter komen, waardoor de behandelmogelijkheden soms moeilijk zijn. Ik vertel u graag over dit ziektebeeld en de bijbehorende behandelmogelijkheden. Dat doe ik samen met mijn collega Erik van der Meij, kaakchirurg en hoofdhalsoncoloog. Wij zien u graag bij de Medisch Publieksacademie op maandag 5 november.